Nee, ik werd verrast. Verrast door de trainer inderdaad. Nou, ik kreeg gisteren al te horen dat Mark ziek was. En dat ik me moest gaan voorbereiden op de wedstrijd. Dat ik eventueel zou spelen, maar Mark zat wel bij de wedstrijdselectie. Dus ik zou eigenlijk gewoon op de bank zitten. Maar in de warming-up kreeg ik te horen dat ik zou gaan beginnen. Ik kom nu, ik heb vorig jaar in de A gespeeld. Dus ja, het was in het begin van het seizoen allemaal wel nieuw. En trainingskamp ook. Maar ik train nu drie kwart jaar met het eerste mee. Dus ja, ik wil een wedstrijdje spelen. De eerste helft was matig. Als we de bal hadden, waren we hem ook gelijk kwijt. Dus we liepen ook redelijk veel achter de bal aan. Dus het was wel even bikkelen natuurlijk. Maar de tweede helft ging veel beter. Veel en veel beter. Ja, de trainer het wel even gek dat we ons gewoon moesten laten zien dat wij SC Utrecht zijn en dat wij hier gewoon de 3 punten moeten halen. Nou, ik heb nog een contract tot volgend jaar en als Mark fit is gaat hij gewoon spelen en dan sta ik daarachter. Hoop ik dat ik gewoon mijn 9 minuten kan maken. Ik werd helemaal gek en ik liep het veld in, ik ren het veld in. En chauffeur Romakiti kwam zo op me afspringen en die gaf me gewoon een kopstoot. Gewoon bloed.